Roy TV samen met PricewaterhouseCoopers, Port of Antwerp, de Europese en Rolit. Antwerp Ship Repair is alive and kicking en draait weer op volle toeren. De heugelijke gebeurtenis werd gevierd met tal van genodigden en terecht. Want bij het faillissement ruim 1 jaar geleden en de aanstelling van een voorlopige bewindvoerder en van curators waren er nog maar weinigen die een cent gaven voor de scheepshersteller. Maar we wilden het bedrijf niet laten stilvallen, zo zei managing director Harry Longueville in zijn speech, want dit zou het definitieve einde hebben betekend. Er zou geen plaats meer zijn voor one-man shows, nog van personen, nog van businessgroepen. Onze opzet was gebaseerd op een directe doorstart, zodat een sociale ramp vermeden kon worden. Ieder van ons was zich zeer sterk bewust dat er 185 gezinnen, direct en een moeilijk te definiëren aantal indirect, de dupe zou worden van ons mogelijk falen. Het werd dus een doorstart en tegelijkertijd werden redelijk snel 3 gelijkwaardige venoten gevonden. De Antwerp Maritime Service Group, de Nederlandse groep Smitheus en het Waasse Recap. De curatoren eisten bovendien een volwaardig businessplan. Een van de voorwaarden die wij gesteld hadden bij de zoektocht naar een overnemer was het feit dat wij een businessplan vroegen voor de volgende jaren, op korte tijd, op middellange tijd en op lange tijd. Omdat we wilden vermijden dat er hier een kandidaat overnemer zou zijn die een enkel geïnteresseerd was in een soort assetstripping, dus het verkopen van de kranen en de toestellen enzovoort. Dus wij wilden de mensen van Antwerp Ship Repair niet meer die misère nog eens laten meemaken. Vandaar dat wij gevraagd hadden om een businessplan op te stellen. We hebben dat nagekeken, we hebben dat laten nakijken door mensen die wat meer financieel beslagen zijn dan wij zelf. En in principe zou dat moeten haalbaar zijn. En nu, 1 jaar later, ziet de toekomst er inderdaad opnieuw rooskleurig uit. We hebben nu het eerste jaar van onze werf succesvol afgesloten. De eerste miljoenen zijn reeds geïnvesteerd. Dit om de faciliteiten te verbeteren op de weg naar een state-of-the-art scheepswerf hier in de haven van Antwerpen. Vanaf de maand juli 2008 zijn er weer 4 droogdokken operationeel. Er werd een nieuwe walkraan aangekocht die de komende maanden tussen de dokken 3 en 4 geplaatst zal worden. We hebben tot op heden 150 schepen gedokt, hersteld en of onderhoudswerken aanverricht. Nieuwe investeringen dus, een goed gevuld orderboekje ook. En daarvan mocht het gevolg zichzelf gaan vergewissen in droogdok 6. Daar werd bij een kort ceremonieel ook de vlag gehesen. Oké, ladies and gentlemen, party time. Back to the reception. Een belangrijk bedrijf voor de Antwerpse haven lijkt dus gered. En dat stemt heel veel mensen, ook de 2 curatoren, meer dan tevreden. Ik ben 20 jaar advocaat en denk ik 15 jaar curator. Advocaat in het ondernemingsrecht en curatele alle dingen waarvoor men ons aanduidt. Maar ik kan dus wel heel duidelijk zeggen dat met voorsprong dit de meest interessante en uitdagende opdracht is die ik ooit heb gekregen. En dat is een dossier dat mij tot mijn laatste dagen, als ik gezond blijf, zal bijblijven. Ik heb misschien 250, 300 faillissementen al gedaan in mijn 25-jarige carrière als curator. En dit is één van de faillissementen waarvan je kunt zeggen van, ik ben blij dat ik curator ben. Om terug leven te kunnen geven aan een bedrijf. En dat kan je niet altijd zeggen. De verkoop van vrachtwagens zit in een dip, zo blijkt uit cijfers van Febiac. Na jarenlange stijging worden er dit jaar beduidend minder vrachtwagens ingeschreven. In augustus werden bijna 20% minder vrachtwagens tot 16 ton ingeschreven ten opzichte van vorig jaar. En bij nieuwe trekkers boven de 16 ton, traditioneel de meter voor de activiteitsgraad in de sector, is er een achteruitgang van liefst 26%. Op jaarbasis is er nog wel een groei, maar de cijfers voorspellen niet veel goeds. De prachtige historische en als monument beschermde havenkranen aan de kaai in Antwerpen worden gerestaureerd. Het MAS of het Museum aan de Stroom heeft daarvoor €25.000 vrijgemaakt. En de Vlaamse overheid doet daar nog eens 80% bovenop.
De restauratie kadert in een sociaal tewerkstellingsprogramma en het is de bedoeling dat elk jaar een tweetal kranen worden gerestaureerd. De eerste kraan die wordt aangepakt is de kleine kraan aan het Loobroekdok, de oudste van de reeks. U hebt ze misschien al zien staan in Antwerpen, 71 olifantjes in diverse gedaanten en in heel veel verschillende motieven en kleuren. Samen vormen ze de zogenaamde Elephant Parade. Na Rotterdam is Antwerpen de eerste stad die de parade ontvangt. En alles staat eigenlijk in het teken van de bescherming van de bedreigde Aziatische olifant. Die Elephant Parade heeft één doel, een uniek doel, en dat is zorgen dat de toestand van de Aziatische olifant, die nu schrijnend is, dat die, laten we zeggen, verholpen wordt en dat er geld voor vrijgemaakt wordt om die Aziatische olifant te redden. En dus Elephant Parade gaat trachten dat te doen. Hoe doen wij dat? Wij zorgen dat 71 olifanten door kunstenaars beschilderd worden. Wij stellen die tentoon in de stad aan het grote publiek. En na 2 maanden gaan we ze veilen. En de veilingsopbrengst gaat naar de Aziatische olifant. Ook de haven van Antwerpen heeft alvast 1 olifant gesponsord. En die staat met allerlei schepen op zijn body te pronken voor het havenhuis. De link tussen stad, haven en olifant is er trouwens wel degelijk. En bovendien niet van gisteren. Om te beginnen, in de haven rijden heel wat Straddle Carriers rond. En dat worden door de mensen eigenlijk de havenolifanten genoemd, zeg maar. Dus je hebt een kudde Straddle Carriers die je eigenlijk best kan vergelijken met een kudde olifanten. Daarnaast, en dat is iets wat waarschijnlijk heel veel mensen niet weten, maar de eerste olifanten die ooit in de Zoo van Antwerpen zijn toegekomen, zijn via de haven van Antwerpen binnengekomen. We hebben in 1947 een lading olifanten gehad. En op 30 juli 1952 zijn er 2 Afrikaanse olifanten, Willy Badi en José, via de haven van Antwerpen de zoo binnengekomen. Dus ze hebben eigenlijk echt poot aan wal in de haven van Antwerpen gezet. De 71 olifanten staan in Antwerpen verspreid op 17 locaties. Al vind je het overgrote deel toch wel rond het Bonaparte en het Willemdok. De stoet zal 2 maanden paraderen. Op 13 november gaan de olifanten onder de hamer in het bekende veilinghuis Bernards.